Giro Pruijs, Hannetje de Salomaratie, Arianda, de 323 voor u, Van der Broek uit Nederhorst-Denberg. Landen dat wel op een vijfde plek als we goed hebben meegeteld. Als vijfde dus naar de man uit Nederhorst-Denberg. We gaan buiten zijn bijna geven. De staat er even aan. Hortstelaar. Michel Geling uit Dronten in tweede stelling. Als we dan goed mee kijken naar de stelling onder de 10 op de derde plek. Kijken naar Marco Charnon uit Zeewolde. Die gaat daar eventjes dwars. En hij zit daar de grap op. Marco die zichzelf daar uit de wedstrijd rijdt. Eerste nieuwe kans voor die leider. Deze stelling met 247. Jarno van Diemen. Mensen de stelling 125 plaatsen. Als tweede Michel Geling. Dan is het hier de 208 van Harry Harleveld. Met de stelling 24 daar weer achter op de vierde plek. Pedro van de Punten uit zijn Nunspeet. Zat nummer 911, Henk Christiaanse uit Biddinghuizen. Met de stelling nummer 1, Dokter. Er staat hier één dokter, en dat is niet Erwin Dokter, de voormalige rallycoureur. Maar hij is al die kant uit Nunspeet. Met die stelling nummer 1, Dokter uit Nunspeet. Jarno van Diermen uit zijn Nederhoornsterberg, dat is op 125. Als tweede, Michel Geling uit zijn Dronten. 208 op die derde plek sturend, Harry Harreveld. We gaan kijken naar de strijd op kop van het veld, waar de broers op dicht bij elkaar liggen. Nog steeds deze kop open in de grond van de 247, Jarno van Diermen. Krijgt daar de aanval aan de binnenkant van de 125, Michel Geling. Was ze niet, hij vond het niet en dan blijft hij 247 aan de leiding. Jarno van Diermen, in deze stand op Kassel tot 1600 cc. 125 terug op die tweede plek, Michel Geling. Maar dat betekent dat ze de mannen achter dichterbij kunnen komen. Op die derde plek sturen de 208 van Hardy Harleveld. En als ze goed hebben meegekeken, zitten die coureurs in de laatste ronde. Laatste ronde, de laatste meter, 100 meter. Nog even iets voor die Jarno van Diermen, voor de 125, Michel Geling, dan met de Sanderman 24, Pedro van de Punten. Met de 208 zaden zijn we dokter Harry Heileveld. Met de 911 Henk Christiaanse, de Hogeveen uit Biddinghuizen. En als laatste meldt zich voor de finish van...
Spiegel, vermeter op het nummer 33. En straks zullen we de naam erbij gaan zoeken. Want we hebben nog maar 33 meer in de baan. Maar straks gaan we dat eventjes allemaal corrigeren. En kijken wie bij welk nummer doet. Van de Delft, Jeffy Kamstra uit Biddinghuizen. Ook hij binnenvoert de finishvlag. De man is daar dan inderdaad de man met ons nummer 33 van Marcel Hogeveen uit de Ronde. De man in de rode Alfa 33. Ook hij binnen voor de op die glibberige maar heel makkelijk moet staan. Dat je dan een klein beetje te veel het gas erop, een klein beetje te veel of te weinig onderstuur of bovenstuur. Kort nog even een mededeling voor het rennersdier. Dat geldt dus voor alle coureurs. De Stadterbracht, die zijn hier daar als een van de snelste wegrijzen. De vierde stad van die standaardklasse van 1600 cc. Tom Peetboom uit de Ronde. Tom dus aan de leiding. Tom Peetboom met achter de 244 van Jasper Pauw. We staan er weer 5 in Kees Kraaik. Is daar de 888 van Geert en Otte. Aan de andere zijde is nu die leider. De stad nummer 8 daar. De 8 van Tom Peetboom uit zijn Ronde. Krijgt de aanval uit de over de 244. Gaat het dan proberen. Jasper Pauw rijdt dan een beetje te veel. Te dik naar de blubber in. En anders de vaart eruit. Het zijn drie dus de Ronde niet meer gaan proberen aan de binnenkant. Maar anders hadden ze vier plekjes zoeken waar die dan misschien die aanval kan inzetten op die leiderpositie. Want die stad nummer 8 van Tom Peetboom uit de Ronde. Hij is nog steeds de man aan de leiding met de 244 Jasper Pauw uit Nederhorstenberg als tweede. Dan is het de 35 op de derde plek sturen. Kraaikamp uit de Biddinghuizen. Dan gaan we naar de stad op 51 van Meijerink uit Emmeloord. Met de 76 de passage van Johan Lammel uit Lelystad. En daarachter dan de 126 van Peter Munneke uit Biddinghuizen. Voor de 151 en hij gaat in ieder geval snel die auto uit, want hij staat op een gevaarlijke plek. Hij gaat komen voor de bocht 151, Arjan Manning. Dacht die mieren die afstrijden. En Armin is daar in de finishslag en een eerste pick voor deze zonderdag Tom Peetboom uit de Ronde. Op achterstand afgevlacht 888 van Geert en Otte uit de Ronde. 35 en 4, Kees Kraaikamp voor in de finishslag. Dan voor deze stad van 51, Meijerink uit. Hier is bij de dames, een van de dames die in de zomervlog. Het is de kop van Jan, met de stad van 4 of zelfs de Kisbeen Fransa uit Biddinghuizen. Dan staat er weer 31 daar op de tweede plek, Annie Vaarde. Met de stad van 4 doen we daar weer achter Antwan Bunten uit Lundstein. En met de stad van 8 schrijven daar weer achter Kirsten Hongeveen. Dat betekent dat we daar de problemen hebben voor 124 en ik zou aanraden om snel voor de baan te gaan, want de overige coureurs namen zo met de raad. 124 aan problemen bij Karin Hofstra uit Lelystad. De stad nummer 4, Kirsten Brandsma, is de dame de leiding voor de 24 van Antwan Bunten uit Nutsveen. Die daarvan inzet, daar een beetje gaat zwaaien en zieren en weinig bereid. Kijk nog even iets verzet om zijn heen, doet de duim omhoog. Oh, ze heeft de plezier in. Antwan Bunten uit Nutsveen. Wie hebben we dan nog op kop van het veld? Kijken we daar nog steeds naar Kirsten Brandsma. Inderdaad, de stad nummer 4, Kirsten Brandsma uit Biddinghuizen. En hier hebben we de stad nummer 31 van Ali Faber. Met de stad nummer 8 daar in de broeder, Kirsten een Hogeveen uit Biddinghuizen. En de dame aan de leiding, die stuurt vrolijk toe. Zoet rustig de ideale leider, want hij heeft helemaal geen concurrentie in de buurt. Kan het ook gewoon rustig aan doen. Het kopje erbij houden, het materiaal heel houden. En dan ligt daar de overwinning. Dus het stad nummer 4 van Kirsten Brandsma. Ja, dat betekent dat we een redelijke centrageslag hebben gehad bij de damesveld. Links en rechts hebben we nog een flink aantal uit de wedstrijd. Deze dame gaat nu voor haar laatste ronde. Als de leidster gaat zij die laatste ronde in. De stad nummer 4 voor Kirsten Brandsma uit Biddinghuizen. Hier is het met de stad nummer 8, Kirsten Hogeveen.
En dan krijgen we ook zo dadelijk de passage voor de 31 van Ali Faber. Nou, we zijn de laatste ronde in. Als we kijken naar de koploper, de leidster in de damesveld, op weg naar de finishbaan. De eerste plek hier voor de stad van Rivier, Kirsten Brandsma. Dan gaan we naar de volgende dame voor de finishslag. En ik weet niet of zij dus in de tweede positie staat. Er was even een tijdje in de blubber staan, duwen en trekken. Er staat erachter Kirsten Hogeveen uit Binninghuizen, de dame in de BMW. En als jij de finishslag hier voor de stad, dan het 31 voor Ali. De twee stads uit de damesklasse. En er zijn drie stads uit de standaardklasse. Hij is tegen die ding aangegaan. Die naam ook. Drie starts, standaardklasse boven de 1600 cc. Hoeveel zo'n rondje moet je naar dan, Peet? Kijk, niet eerst die flessen. Niet eerst die flessen. Kijk, inmiddels zijn de stand van de tweede groep uit die stond de klasse boven de 1600 cc. Vanaf 44 voor Gert Keil aan de fase. Met de stand 12 vanaf de volgende Michel Zandstra uit Nunspeet. Dan zie je daar Henry Puntsteen uit Nunspeet met de VW Golf in derde positie. Met de stand 1 zit daar dan achter Michel Niemeyer uit de fase. Peter Hogeveen, met de Stadermeer 47, daar weer achter op zijn beurt staat. Hooghoven rol uit Doornstrijd. Stadermeer 127, André van Marel uit Lelystad sluit dan voorlopig de rij. In deze tweede stad bij die standaardklasse boven de 1600 cc. Leider in de vorm van deze Stadermeer 844, Gert Keil uit Vaassen. De man in de hoek daar, CRX, die aan de leiding gaat. Met een goede lijn op zoek aan de binnenkant van de blubber blijft, waarmee het diepe spoor in moet. Waarmee veel mogelijk vaart in die wagen houden. Op de tweede plek even het duel met de 33 van Henry Pontsteen. En daarbij ook de nummer 12 van Michel Zandstra. Eventjes was het de 33 van Henry Pontsteen die daar op die tweede plek mocht sturen. Maar ziet daar ook gelijk de 12 in opzij komen van Michel Zandstra. Leider Doei voor zijn laatste ronde als de goede gemeente Gert Keil. De stad op 844. Over de ronde achterstand dan op de 27 André van Marel. Op de stad op 12 op de tweede plek Rico Zandstra. Dan de 33 als derde door Henry Pontsteen. Met de stad op 1 op de vierde plek Michel Niemeyer uit Vaassen. En dan op de liefde op de 8 van Peter Hogeveen uit Binninghuizen. Leider voor de finishslag. Hij als eerste terug van de vier ronde. De 844 van Gert Keil uit Vaassen. Dan gaan we naar de tweede plek voor. Stadermeer 12 in dit geval. De 12 van Michel Zandstra. De tweede plek voor de 33 van Henry Pontsteen. Daarachter is het dan de Stadermeer 1 van Michel Niemeyer uit Vaassen. Met de Stadermeer achter op de zijn beurt de gedachte Peter Hogeveen. Als de stad heeft voor zaak te betekenen dat ze die buurt. Oké, we kijken dus naar de herstart van de standaardklasse tot 1600 cc. De 400 voor deze klasse. Eerst
staat voor je, de Stadamere 84 in dit geval. Jeroen Verkuil, de man uit Binnenhuizen. Trekt als een van de snelste tussenuit. Nestel zich op kop van het veld. Probleempjes daarvoor, de Stadamere 35. En dan moeten we eventjes gaan zoeken op onze deelnemerslijsten. De 35 van Kees Kraaikamp. Die dat in de probleem is, eveneens als de Stadamere 75. Voor Martin Verbrugge. 84 dus als leider door. Steeds in de vorm van deze Stadamere 84 als u goed hebben meegekeken in de Jeroen Verkuil. De lijn van de Stadamere 22 op die tweede positie liggend. Met de 22 Stefan Derraat. Die daar in de probleem is om met 18 van Arjan Daan uit Apeldoorn. Hier zijn zij gaat dan met de Stadamere 126. De 6 van de toeboeren, dan Peter Munneke. En deze man die komt uit Binnenhuizen. Gaan op weg naar de finishslag. Voor deze staat er bij 84, dus als eerste Jeroen Verkuil. Dan net staat er bij 126 als derde. Hadden we daar de finishslag voor Peter Munneke. En met de staat er bij 75 op achterstand gereden. Nou ja, afhankelijk wat probleempjes. Nog ook voor de finishslag. De 75. En hier gaan we even naar het landencentrum voor je bij Nieuwe Landen. Sneller weg, maar zat u zien er over terug in het veld. Die snelle stad kon dan niet aan de compositie helpen, want het is de Stadamere 300 van Sander van der Rijt uit de Ronde. Hij gaat aan de leiding voor de Stadamere 124. Dan wordt de tweede plek is daar Tino van Dijk uit de Ronde. Daarachter dan die snellere stad weer, die Stadamere 51 van Meijerink uit Emmeloord. Op de vierde plek sturen dan is het de 158. Met de 158 is hij Rudy van den Broek uit de Ronde. Hij heeft het duel op de kop van het veld. De 300 die daar even dwars gaat voor het veld. Sander van der Rijt moet dan terug naar de tweede plek in de wedstrijd.